politiebureau in Nijmegen. Het gebouw heet de Wiebert omdat het de vorm van een ruit heeft. De ontwerper van het gebouw is Jan Dekkers. Ze ontwerpt vooral erg moderne gebouwen. Ze staat bekend om de kleuren die ze gebruikt in haar architectuur. Het gebouw heeft 3 parkeerniveaus en 4 kantoorverdiepingen. 1400 vierkante meter werkruimte, 24 werkruimtes, 160 parkeerplekken binnen en 40 buiten, 4 trappenhuizen en de totale kosten voor de grondbouw en inrichting is 55 miljoen euro. Het heeft 48 maanden geduurd om het te bouwen.